Hoe kan waterstof bijdragen aan een milieuvriendelijk vervoer? De transportsector is een grote boosdoener als het gaat om CO2-uitstoot. Gelukkig zijn we met elektrisch personenvervoer al een heel eind op weg. Maar wat kan waterstof betekenen voor de toekomst van mobiliteit? Waterstof is overal, letterlijk. Ons hele universum zit er vol mee. Op aarde is het alleen niet in pure vorm te vinden. Gelukkig kunnen we op aarde tegenwoordig gewoon met water en energie zelf waterstof maken. De energie slaan we als het ware op in het waterstof. Dit proces heet elektrolyse. Heb je die opgeslagen energie vervolgens nodig? Dan stop je de waterstof in een brandstofcel en brengt het in contact met zuurstof. Daarbij komt vervolgens zoveel energie vrij dat je er makkelijk hele vrachtwagens mee kunt laten rijden. En die vrachtwagens stoten dan geen CO2 meer uit, maar water. Hoe CO2-neutraal wil je het hebben? Een grote voorwaarde is natuurlijk wel dat de energie die we gebruikten om waterstof mee te maken, duurzaam is opgewekt. Dus, hoe ziet die toekomst van de transportsector er nou precies uit als je het ons vraagt? Duurzaam opgewekte energie kunnen we dus opslaan in batterijen en in waterstof. Voor personenauto's volstaan batterijen. Maar om de zware mobiliteit verder te verduurzamen, zijn de batterijen te groot en te duur. Daar ligt de toekomst voor waterstof. Met de HAN dragen we op verschillende manieren bij aan deze transitie. Zo onderzoeken we onder andere hoe je snel en veilig waterstof kunt tanken bij de pomp. Samen werken aan minder CO2-uitstoot. Daarin willen we het verschil maken.